Ik zit nu toch aan het twijfelen of het een Bentley moet worden of niet gewoon een Ferrari als eerste wagen. Nee, jij maar een simpele Ferrari hoor. Ja, toch? Beter. Beter dan zo'n dure Bentley. De rijscholen zijn inmiddels al lang weer open, maar de wachtrijen waren lange tijd enorm. Ja, in de buurt waar ik vandaan kom is het de bedoeling dat je op je 16e al je rijbewijs hebt en je op je 23e je eerste Ferrari. Nou ja, ik ben 23, dus het is in ieder geval tijd voor mij om een rijbewijs te halen en mijn eerste les in de Ferrari. Eigenlijk normale polootjes zijn niet genoeg voor jou. Jij geeft les in Lamborghinis van boven de 2 ton. Een Ferrari van bijna een ton. Je woont prachtig. Je hebt het vergeschopt. Very good. Ja, very good allemaal, toch? Ja. Ja, wij krijgen vandaag dus les van Ferry Ferrari in de Ferrari. Ja, precies. Want de rijscholen zijn een lange tijd dicht geweest. Nou, en daarom kun je beter maar in de Ferrari beginnen, hè? Vind je niet? Maar financieel gezien heb je daar nog last van gehad, van die hele coronacrisis? Als dat nou nog moet? Hè? Nee. Nee, dan heb ik het niet goed gedaan. En je hebt ook een behoorlijk zware klok onder pols? Dat valt wel mee, toch? Maar dan gaat het ongelooflijk goed met jou. Nou ja. Gouden tanden ook? Je moet hard werken. Ja, eentje maar hoor, dat is wel heel oud. Hard werken, hè? Ja. Weinig verdienen. Nou, Ferry, Ferry Ferrari. Nou, moet jij het gaan doen, hè? Kijk eens aan. Op naar de PC Hoofdstraat. Ga je dus met je voet op de rem? Met de voet op de rem? Zachtjes, ja. Voet op de rem, zachtjes remmen. Nooit met je linkervoet remmen. Dat is gevaarlijk. Altijd rechts. Zachtjes remmen en met deze knop ga je starten tot hij loopt. Niet eerder loslaten. Geef nou geen vol gas, man. Wat zeg je? Je gaat dan niet vol gas geven als je start. Nee, natuurlijk niet. Oh, nee. Maar, ja, wat zeg je dan ook weer altijd? It's a rental, don't be gentle. Nou, we gaan. Gooi hem. Met je rechtervoet zou je heel zachtjes gas kunnen geven. Heel zachtjes. Met mijn rechtervoet? Maar heel zachtjes, hè? Ja, oké. Nou, dus nu rijd ik voor het eerst helemaal zelf in een Ferrari. Nou, dat voelt op zich wel goed. Ja, toch? Ja. Even schakelen met deze. Oeh. Naar je toe. Klik. Naar je toe? Ja. Mooi zo. Nou, dat ken je alvast, hè? Oké, kijk, dat is dus geschakeld. Ja. Jobby? Nou heb je geschakeld naar 2. Dan gaan we zo meteen aan het eind rechtsaf. Ja. Je moet het zo zien. Wat heb ik hier al aan meer nodig als een Ferrari en lekker wijf en een kratje bier? Ja. Hoppa. Bam, 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 bam. Kijk, lekker hoor. Oh, wat voel dit goed, man. Oh, weer schakelen hoor. Jammer, ja? Ja, klik. Makkelijk, hè? En wat is nou het, dat mag jij natuurlijk als rijschoolhouder waarschijnlijk niet aan mij zeggen, maar wat is het hardste wat je hebt gereden op de openbare weg? Zet hem eerst even in 3. Zo ja. Nou, 1 keer op de A9, dat was op zondagochtend om 4 uur. Was geen politie, geen verkeer, helemaal niks. Toen had ik hem even gevoeld op 280. Had je hem even gevoeld op 280? Ja, meteen losgelaten hoor, want als je wat gebeurt, spat jij elkaar. Ik zit nu toch aan het twijfelen of het een Bentley moet worden of niet gewoon een Ferrari als eerste wagen. Nee, jij maar een simpele Ferrari hoor. Ja, toch? Beter. Beter dan zo'n dure Bentley. Oh. Kijk, dit is al toch veel lekker, jongen. Gas los. Lekker, oh ja, gas los. Het voelt goed, hè? Jezus, Mina. Oh, ik ben benieuwd wanneer ik voor de eerste keer word opgepakt als ik auto rijd, zeg. That's life, hè? Zal we iets zachter gaan, anders gaat die motor eronder uit. Hopsie. Oh! En gas los. Oh, dit is lekker zeg, dit is lekker zeg. Jezus, ik moet stoppen met mijn baan als semi-ambtenaar. Ja, tuurlijk. Zit ik nu te zeggen. Ja. Want, je moet gewoon dit verdienen, hè? Ja, maar hoe lukt dat, joh? Hoe kom ik hier aan? Ik weet het zelf ook niet hoe het komt, maar het gebeurt er gewoon. Nou, hoeveel rijlessen denk je dat ik nodig heb? Nou, 30 zeker. Ja? Ja. Het ging niet helemaal vlekkeloos, maar toch niet slecht ook, hè? Nee, toch? Zo is het. Ging wel aardig. Een paar fietsen had ik geschept als jij er niet naast zat. Ja, maar ja, goed. Nou, wat is 1 fiets nou op 7 miljard mensen, toch? 1 mens op een fiets? Hadden ze daar niet moeten fietsen, toch?